allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar weer een nieuwe vlog van mij, Kim Huisman. En vandaag in de kookvlog gaan wij hamburgers maken. Wat heb je ervoor nodig? Komkommer, ja ja, tomaten, lekkere kaas en uiteraard hamburgers van Mora. Dat zijn deze hamburgers van 12 stuks. Dus dan weten jullie dat. Ik ga ze altijd grillen, dus ik pak even de grillpan en dat doe ik zonder boter of olie of dergelijke. Ik zet het gewoon op het grootste pitje neer. Ik zet mijn gaskraantje even aan en dan laat ik de grill even opwarmen. Zo. Dan gaat dadelijk daar de hamburgers om. En voor het mooie ga ik de kaas, deze, ga ik door de midden snijden. En dan als allebei de kanten van de burger helemaal goudbruin zijn, dan leg je daar gewoon een plakje kaas op. Heerlijk. Wat we nu gaan doen is de komkommer en de tomaat snijden. Voor de tomaat en de komkommer gebruik ik altijd twee verschillende messen. Deze is voor de tomaat en deze is voor de komkommer. Want met zo'n koksmes, geloof mij maar, daar ga jij niet doorheen komen met zo'n mes. Dus wij gaan hem even in plakjes snijden. En dan dit gedeelte gooi ik altijd weg, want dat vind ik niks. Ondertussen heb ik mijn burgers al op de grill gelegd. De plakken, zoals je ziet, hoeven niet per se perfect te zijn. En ik ga er 3 snijden. Want ik heb in mijn zakje heb ik ook nog 3 zitten. En dat is dan voor morgen. Want ook dit eten we voor 2 dagen. Zoals ik al in het vorige vlog zei, waar je nu een i'tje van ziet, proberen wij zo vaak mogelijk voor 2 dagen te eten. Dat is A, goedkoper en B, je hoeft niet elke dag boodschappen te doen. En ik heb ook geen zin om op 1 dag voor een hele week boodschappen te doen. En eigenlijk geef ik zelfs nog een verkeerd voorbeeld. Want je kan het beste eerst de komkommer snijden en daarna de tomaat. Waarom? De tomaat die laat altijd vocht achter. Altijd. Hou ondertussen ook je burgers in de gaten. Er is trouwens ook nog een geweldige tip om je messen te slijpen. En dat is de achterkant van je kopje. Dan heb je eigenlijk helemaal geen messenslijper nodig. En onthoud, als je iets van de snijplank wil verschuiven, doe dat dan nooit zo, maar zo. Anders wordt je snijgedeelte sneller bot. Zo, ik heb ook eventjes mijn burgers ondertussen omgedraaid. En nu gaan we de kaas snijden. Maak wel je mes eventjes nat om het plakken te voorkomen. En dan ga je hem tot hier, ga je hem doormidden snijden. En dit is echt zo'n eenvoudig iets dat zelfs mensen met een laag budget dit nog kunnen doen. Dit gaat in ieder geval goed zo. Nou, en ik weet zeker dat heel veel van jullie wel weten hoe je dit moet maken. Zelfs iemand die niet kan koken, die kan dit nog. Eigenlijk doe ik het ook verkeerd met een mes. 2 vorkjes is makkelijker. En voor het brood zou ik voor de eerste dag dat je dit gaat eten, ligt eraan hoeveel je eet. Wij hebben dus 12 broodjes meegenomen. We houden misschien wel wat over, maar dat is dan misschien wel voor morgenochtend of zo. En dan zou ik de volgende dag gewoon nog verse broodjes halen. En wat betreft de kaas, ik zou jong belegen kaas nemen.
waarom geen jonge kaas? Jonge kaas smelt minder goed dan jong belegen kaas. Dus altijd als je kaas neemt om te smelten. Cheddar vind ik niet zo heel erg lekker. Maar dat is per persoon verschillend. Dus ik zou jong belegen kaas nemen. Dus in plaats van cheddar leg je op deze manier dus jong belegen kaas. Totdat het is gesmolten, laat het wel aan beide kanten bruin worden. Nou, dit is toch zo makkelijk iets. Zelfs een beginner kan dit niet verprutsen. En sorry dat het licht een beetje raar is, want het is in de avond. Hè, en dan heb je weer een heel ander licht als voorheen. Maar ik hoop dat ik jullie het eindresultaat kan laten zien. Zo, ziet hij er goed uit of ziet hij er goed uit? Nou, heerlijk. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Vonden jullie dit nou een leuke video? Geef dan vooral een blauw duimpje omhoog. En vooral als je nieuw bent, vergeet dan niet vooral te abonneren hier beneden. En vooral als je nooit meer een leuke kookvlog of wat voor vlog dan ook van mij wil missen, zet dan eventjes die belletje aan voor de notificatie voor elke keer als ik weer een nieuwe vlog plaats. Voor nu zeg ik hartstikke bedankt voor het kijken naar deze kookvlog en graag tot de volgende kookvlog. Doei!